Eindhoven is erg populair onder Braziliaanse studenten. Door een goed samenwerkingsprogramma tussen universiteiten in São Paulo en in Eindhoven kiezen steeds meer jongeren voor een uitwisseling op de TU. Vorig jaar draaiden er 13 studenten mee in het onderwijs. Dit jaar zijn er dat al 32. Het aantal is dus in één jaar tijd bijna verdriedubbeld. I just came to Eindhoven University because that's a great university. They have a great structure here. It's really hard to study here, but we can learn a lot. Ze halen van ons vooral kennis en samenwerking met het bedrijfsleven. Vinden ze heel interessant. Dat maakt deze regio en deze universiteit ook interessant voor hun. Daarom vinden ze het ook heel erg mooi als er in het programma wat ze hier volgen een stukje onderwijs zit, maar ook als ze een stukje in het bedrijf mogen zitten. Het Science Without Borders programma biedt studenten een studiebeurs voor hun verblijf in het buitenland. Als een student in aanmerking wil komen voor deze beurs, dan kan hij of zij zich hiervoor aanmelden. Door de Braziliaanse overheid wordt er dan een selectie gemaakt van de beste studenten. Alleen zij mogen dan gebruik maken van deze beurs. Brazilianen, goed niveau, van goede universiteiten. Bovenal universiteiten in de regio São Paulo, maar niet alleen. Maar daar focussen onze samenwerking zich vooral op. Spreken goed Engels. En ja, ze passen zich qua cultuur ook heel erg makkelijk aan. En wij hebben ook de ambitie om hier een international community neer te zetten. Dus zij dragen daar hartstikke goed aan bij. Als de Brazilianen hier zijn opgeleid, kunnen zij veel betekenen voor het bedrijfsleven in Nederland. We hopen ze ook nog te kunnen behouden voor de regio. Dus je hoopt een aantal gerust teruggaan. Maar we hopen toch dat we een aantal hier kunnen verleiden met een aantrekkelijk carrièreperspectief. Om hier langer te kunnen blijven. I really feel welcome here. Eindhoven is a perfect city to grow up family, I think. It's really safe. You have a really good quality of life here. But my family is in Brazil, you know. It's really hard to handle when I miss my family. Of de groei van het aantal Brazilianen bij de TU doorzet, is nog niet bekend. In heel Nederland studeren op dit moment zo'n 750 Brazilianen.